Radja Nainggolan, Antwerp. Heb je gisteren voor de wedstrijd met Vincent Kompany gepraat? Nee. Is Union de beste ploeg waar je dit seizoen tegen gespeeld hebt? Nee. Je hebt nog geen goals of assists dit seizoen. Ben je daarmee bezig? Nee. Is je afstandsschot een barometer voor je vorm? Nee. Hadden ze je na de eerste trainingsweek verteld dat Michael Vrij na 14 speeldagen 14 doelpunten zou maken? Had je dat geloofd? Nee. Wordt Antwerp kampioen? Dat weet ik niet. Volgende speeldag moet Antwerp naar Sint-Truiden. Kijk je uit naar spelen op kunstgras? Ja. Als Roberto Martínez voor een clubelftal zou kiezen, ben je dan opnieuw beschikbaar voor de nationale ploeg? Nee. Een tattoo in je hals laten zetten, doet dat pijn? Ja. Is Francesco Totti de strafste voetballer met wie je ooit in één ploeg stond? Ja. Ja, volg jij dat allemaal zo in het buitenland? Of zeg? Nee. Italiaanse competitie toch? Ja, een paar exploren kijk je wel eens naar, maar ik ben echt geen voetbalfreak als ik thuis zit. Hè. Nee? Nee, ik probeer mijn tijd ergens anders in te steken. Okay. Het is al druk genoeg eigenlijk, het leven van voetballer zelf. Dus. Train je graag? Ja, want anders zou ik het niet meer doen. Liever dan vroeger? Ik heb er nog altijd plezier in. Ja. Als ik op het trainingsveld sta, ja, het fysiek en zo, dat is allemaal... Het tweede optie is voor mij, dat is niet het belangrijkste. Maar voetbal. Uiteindelijk is het wel belangrijk, maar voetbal voor mij is voetballen. Met de bal. De gym en zo, dat is allemaal voor bodybuilders, voor mij. Lopen is allemaal voor atletiek mensen. Dus, ja. Voetbal is voor mij met ballen voetballen. Maar Radja, jij hebt toch hard gewerkt aan de wedstrijd van gisteren. In die maand dat we je niet gezien hebben, moet je toch fysieke arbeid leveren. Als je gekwetst bent, moet je... Ja. Proberen om fysiek in orde te komen. Ja, tuurlijk, elk jaar is er wel een voorbereiding en zo. Dat heb je wel nodig. Fysieke training heb je nodig als voetballer. Maar op zich, dat is zeker niet hetgeen dat ik graag doe. Oké. Ja. Radja, jij hebt ook een moment natuurlijk. Wat heb je gekozen? Wow, ik denk, na een moeilijke week toch onze overwinning. Ja, en de ontlading achteraf was enorm, hè? Ja. Ik zat er wel even op de grond met wat krampen om mijn kuiten. Ik heb de beelden daarna wel gezien. En, het is gewoon een heel goede sfeer bij ons in het stadion. En je voelt dat ook. Ja, maar na Fenerbahce en Westerlo ook natuurlijk. Ja, ja veel slechte kritiek. Trainer buiten. Ja, zoveel van die dingen. En uiteindelijk hebben we het gewoon rustig gewoon doorgewerkt. En, ja, gewoon... Maar dan kwamen vooral naar buiten. Ja, de coach heeft niet alle spelers meer achter zich. Journalisten die zeggen dat spelers likken en zo. Ja, zonder aan een naam te zeggen wat voor zin heeft. Dat is gewoon voor een beetje rommel in de kleedkamer te brengen. Ben je dan iemand die zelf probeert rust te brengen? Die daarover ik lees het zelf niet, want ik lees geen gezet. Maar je hoort het wel in de kleedkamer. Dat ja, dan komen ze eraf en hebben wij wel eens een gesprek gehad onder ons, omdat dat dingen zijn dat volgens mij... Allee, ik heb het ook gezegd daar in de kleedkamer, volgens mij, een ploeg moet als een familie beschouwen. Want als je ziet wie zelf familie heeft, je zit meer op de club als thuis. Ja, je moet iedereen kunnen vertrouwen. En als dus dat gesprek was over niet lekken? Niet lekken en dat er gezegd wordt dat spelers bijvoorbeeld... schrik hebben ten opzichte van andere spelers, zodat ze niet op hun gemak voelen en zo. We hebben dan gewoon een gesprek gehad waar we dan zeggen van ja, kijk, iedereen kan tegen iedereen gewoon iets zeggen. Er moet geen schrik zijn van niemand. Uiteindelijk, in het voetbal is het niet allemaal zo. De ploeg zal er zeker heel seizoen staan. Ja, buiten en vertrekkers tijdens de winterstop, maar trainers worden ontslagen, worden vervangen. En de spelersgroep is toch altijd het blok dat heel het seizoen moet uitspelen. Ja, maar je hebt een tweet gestuurd gisteravond of vanmorgen. They love to talk, we love to deliver. Ja, die bullshit van outside, dat moet allemaal weg. De groep is er en ja, have a nice weekend. Dat was al zondagavond, maar ja, mijn avond moest nog beginnen. Maar ik ben ook hier nu voor deze, snap je? Ik zie veel jonge gasten. Belgisch voetbal is altijd heel jong geweest, heel veel jonge spelers. En ja, ik zei het gisteren ook, als je Pierre zo ziet staan en Youssef, dat is ook een jongen van 2000, dat zijn nog zo... niet rijpe spelers op tactisch vlak. Dus die lopen 13 kilometer. Maar dat is 13 kilometer zonder brein, zou ik zeggen. En dat heb ik ook met mijn ervaring geleerd. Dat je als je na zoveel jaren... Ik liep er ook 13. En wie hielp jou? Met Piacenza? Of had je iemand waarvan je zegt... Ja, ik heb altijd wel iemand gehad die mij heeft geholpen. En je luisterde. Ja, en je spelend altijd komt je ook beter... Loopt je beter, zit je gewoon op een betere veldbezetting, loopt je beter, weet je wanneer je moet uitlopen, wanneer je misschien niet moet uitlopen. En als je een jonge kerel zit, loopt je achter een bal dat dan maar bougeert. En dan... Hoeveel kilometer loop je nog nu op een match? Oh, ik had er gisteren 11,5 denk ik. Er zit eigenlijk een trainer in jou, als ik je nu bezig ook. Je bent echt veel meer dan dat wij denken. Ja, wij ja, ik zie me dan ook wel als trainer, maar ik kan het waarschijnlijk niet doen. Nee? Maar dan zonder naar een andere match te kijken. Kijk, we waren er juist ook over aan het praten. Als je 30 man onder je hebt of zo, dat is... Maar ik weet niet of... Ik kijk nu wel veel te weinig naar voetbal eigenlijk. Ik vraag elke keer aan iedereen wie is deze, wie is deze, wie is deze. Ken je iemand van Sint-Truiden? Je speelt nu naar Sint-Truiden. Nee, ik heb eens een match gezien. De twee Japanse spitsen daar. Ja. Suzuki. Tegen Anderlecht heb je ze dan waarschijnlijk gezien. Ja, toen waren ze echt... dat kan wel. Ja. Je bent naar Antwerpen gekomen, hè? Meteen in de schijnwerpers. Hè? Was dat lastig? Want ja... Radja is ja, als ik in Antwerpen zat, was dat ook al. Dus, veel verschil maakt dat niet. Ik bedoel, ja, ze praten graag over mij. Ik stond hot op de markt. Hè. Eigenlijk is dat fijn. Ja, de journalisten moeten ook werken. Hè. Er moet altijd wel iets gezegd worden. Ja. Als anders stond een gazette niet vol. Ja, nu was dat uitgekomen door, zogezegd, te snel rijden onder invloed. Ik zet er juist over. Wie drinkt er nu eens een glasje te veel? Het zijn allemaal heilige mensen hier in België. Hè. Want als jij dan die commentaar erna hoort, ja, dat ken je als voetballer. Waarom kan dat niet? Hoe rap rijd je eigenlijk? Ja, iets te snel, maar zeker geen 120. En hoeveel glazen te veel? Als je het echt wilt weten, ik zat aan 0,53. Ah ja. Dus, dat valt goed. Maar je kent... Ik denk wat daarin meespeelt, is bepaalde dingen uit je verleden. Die ene video in Rome. Hè, dus het is ook niet dat dat... Tuurlijk, maar dat is mijn personage eigenlijk. Ja. Ja, er is altijd op gebouwd geweest, er is altijd over gepraat geweest. Maar ik probeer gewoon zo simpel mogelijk te leven. Ik bedoel... Want slaap jij bijvoorbeeld, en ik begrijp dat, hè, maar lig jij voor 1 uur in je bed voor die match tegen Anderlecht? Nee, nooit. Hè. Nooit. Nee. En toch speel je die match. Ja, als je dat je leven gedaan hebt... Ja, dat is zoals iemand die gewoon is om 9 à 10 uur te slapen per dag. Ja, die heeft een slaap van 9 uur à 10 uur nodig. Ik heb 4, 5 uur nodig en ik ben oké. Dus. Maar je zal ook niet hypocriet tegen Duomo dan zeggen ik wil dat je om 10 uur in je bed ligt. Nee. Voilà. Ik heb eigenlijk nooit... Ja, ik erger me eigenlijk meer aan... Onze dingen, zo, nu met al die social media, zo, daar pak ik hem soms wel eens bij zijn haar vast en dan zeg ik van ja, verliezen 3-0 tegen Fenerbahçe, up, foto up, Europees debuut tegen Fenerbahçe stift. Maar ja, als jonge kerel is dat niks slecht bedoeld. Maar het is niet slim. Maar het is ook niet slim. En ik maakte die fouten zelf ook, dus ik zou eigenlijk liever hebben dat hij die fouten niet maakt. En daarvoor... stuur ik hem wel eigenlijk. Maar door je manier van leven heb je misschien wel veel caps bij de Rode Duivels gemist. Hè? Maar dat is niet waar, dat is alleen op het opzicht van Martínez. Ik bedoel, Martínez... Maar je was er ook al niet bij in 2014 op het WK. Dat was... Nee, maar toen heeft Wilmots wel ingezien dat het een fout was. Want anders zou men niet laten spelen op het WK daarna. En nadien, Dus dat was voor mij de mooiste overwinning. En bij Martínez kom ik van, denk ik, een vrij goed EK. En de eerste match, boem, direct eruit. Dus, en ja, die reden... Is purely tactical de leugen van de... Ja, want wat het hem tegen mij vertelt... ik blijf dat vertellen, dat geraakt er niet mee. Maar dat is als een trainer tegen jou zegt, je bent een heel goed speler, maar vandaag speelde niet. Ja, je verdient te spelen, maar je speelt niet. Dat zijn dingen die je niet kunt zeggen tegen een speler. Tegen mij kwam hem zeggen van... ik ben dan enig dat zegt van... Ik heb dat publiekelijk gezegd dat eigenlijk misschien niet oké was. En ik heb gezegd van voor mij, echte mensen die komen dingen straight on zeggen. En dan komt er naar mij gevlogen naar Rome, afspraak aan de vlieghaven zelf, dus dat hij maar een half uur tijd om even een meetingsje met mij te hebben. En komt hem zeggen, ja, ik kan u niet de rol geven dat je bij Rome hebt. En dan zeg ik in mijn eigen van, pak me dan mee bij de 25, 26, wat er zijn. En hij zegt hem, ja, maar ik denk dat je als je op de bank zou zitten, voor mij is een basisspeler, maar als je op de bank zou zitten, gaat er... Een beetje slechte dingen in de groep zitten. Ik heb nooit problemen gehad als ik op de bank heb gezeten. Ik heb nooit gezegd dat ik basisspeler zou moeten zijn. Dus dat was eigenlijk bij mij de grootste lek dat te veel was. Maar ja, bij Wilmots die gaf je wel vrijheid, hè? Als jij dan in de groep bij Wilmots zat. Ja, uiteindelijk. Maar daarna klikte ook het goed. Het klikte ook daarna goed met Wilmots, met Borkomans. Ze accepteerden me voor hoe dat ik eigenlijk ben. Ik bedoel... Je mocht sigaretje roken op het balkon. Voilà, sigaret roken, wat is daar verkeerd mee? Ik bedoel, wij zijn getraind, die longen zijn getraind. Een sigaretje roken, daar zie ik niks slechts mee. Dat is eigenlijk een stress. Dat kan stress voorkomen, dat relaxt me. En waarom zou ik dat niet doen? Ik heb mij daar nooit voor schuil gehouden. Veel spelers houden zich schuil voor een sigaretje. Ik zie daar gewoon niks verkeerd in. Mm-hmm. Alleen een gewone mens die gaat ook werken, die doet zijn job. Waarom, dan mag die ook niet roken. Nee, dat is waar. Maar ja. Telemans is nu geblesseerd. Witzel, ja, die heeft ook wel een blessure gehad. Als nu Martínez zou zeggen, kom je mij uit de nood helpen? Want... Ja, dat doet hij nooit. Maar dat zou hij nooit doen, want er is een te trots voor. Ja, te trots voor. Maar zou jij ja zeggen, als hij het zou zeggen? Nee? Maar nee, want dat zou te makkelijk zijn. Hè? Ja, maar ja. Nee, maar dat kan ook niet meer, Frank. Dat is voor... dat gaat niet meer. Dat gaat sowieso niet meer. Maar de andere vraag, want toen zei je zei 5 keer nee. De vraag was, stel dat Martínez nu toch naar een of andere club zou trekken en je blijft presteren zoals je nu deed. Hè. Je bent weer de Radja die... Heb je dan nog een idee of zeg je sowieso? Nee. Kijk, als je... Ik heb er zoveel... Voor mij was het echt een trots om voor België te spelen. Mm. Ik heb alle jeugd meegemaakt. Ik heb de belofte meegemaakt. Ik heb eerste ploeg meegemaakt. En altijd wel iets... Allee, ja, niet op sportief vlak. En ik denk, als ik ooit trainer zou zijn, dat voor mij elke speler in zijn leven, allee, als prof, moet iedereen weten wat hem kan en wat hem niet kan. En ieder lichaam reageert op een bepaald leven op zichzelf. Dus ik zou nooit een speler zeggen, ja, vandaag moet je deze niet doen, deze niet doen. Iedereen doet in zijn leven wat hij wil. Als hij niet presteert, presteert hij niet. Maar ik heb altijd gepresteerd in mijn carrière met het leven dat ik heb geleid. Dus... Ik snap niet waarom ze altijd naar het extra sportieve gaan en niet naar het sportieve. Voor mij de beste speler op training, of wie verdient te spelen, speelt. Maar wat dat hem buiten het veld doet, dat interesseert mij niet. Nee, want je clubtrainers hebben daar nooit... Je hebt nooit met een clubtrainer problemen gehad. Nooit. Ook niet meer. Daar deed je ook gewoon open en eerlijk, zeg maar, van dat je rookte en zo. Tuurlijk, maar ik zie er gewoon niks slecht in. Nee. Ja, ik bedoel... Je was ook niet de enige die rookte. Nee, tuurlijk.